De man zou de delicten op 3 en 4 september gepleegd hebben. Ja, hij zou in tenminste 4 auto's brand hebben gesticht. In de woonboulevard in Breda, onder andere bij IKEA, in het parkeergarage. En in de Roselaar winkelcentrum in Roosendaal. De officier van justitie acht overigens maar 2 van die te lasten gelegde brandstichting bewezen. Terwijl de man vast zat, gingen de branden gewoon door. De advocaat die zei van daar heeft hij geluk bij gehad dat toen hij eenmaal vast zat, de branden in Roosendaal gewoon doorgingen. En hij dus geen verdenking op zich kreeg dat hij nog meer brand op zijn geweten zou hebben. En daardoor is het op de dagvaarding bij die 4 branden gebleven. Maar ja, de bewijsvoering is uitermate mager. En ook de officier van justitie acht dus maar 2 van de branden met hangen en wurgen bewezen. Omdat er weliswaar van alle 4 de branden camerabeelden zijn. Ook camerabeelden hij ook te zien is. Maar nergens te zien is dat hij een brand sticht. Technisch onderzoek leverde ook niets op. De advocaat van de verdachte beroept zich op toeval. Ja, de advocaat zegt, het is heel vervelend voor het Openbaar Ministerie. Waar deze man verschijnt, daar vliegen auto's in brand. En dat is heel toevallig. En ik kan me heel goed voorstellen dat de buitenwereld denkt van ja, dit is te toevallig. Maar er is gewoon geen bewijs. Er is niet te zien dat hij ergens een brand sticht. De branden werden op drukke tijden gepleegd en op drukke plekken. En hadden dus een enorme impact. Ondanks dat hoorde de verdachte een milde straf tegen zich eisen. Van 3 maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur. De uitspraak is over 2 weken.